Kees van den Burg, dames en heren, die vraag ik nu hier op het podium. Hij is directeur langdurige zorg en plaatsvervangend directeur-generaal langdurige zorg. Dan ben je zo ongeveer de naaste adviseur van de staatssecretaris. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Ja. Het verhaal wat Rudy Westendorp hier houdt is heel aansprekend. Een verhaal waarbij je eigenlijk met minder budget dan gebruikelijk een heleboel meer activiteiten kunt ontplooien die voor een heel groot gedeelte door vrijwilligers worden uitgevoerd. Als ik het een beetje zo beluister, dan is dat ook een van de ambities van dit kabinet. Dat er op die manier meer moet worden georganiseerd. Ja, dat klopt. Als je de brief van Martin Verijn, die vanmiddag hier aanwezig zal zijn, leest, dat zijn een van de laatste zinnen. Even voor duidelijkheid, die brief is hier niet vanmiddag, maar de staatssecretaris. Zo is het. Ja. En misschien ook wel de brief. Wie weet. Daar staat een van de laatste zinnen dat kwaliteitsverbetering en houdbaarheid van langdurige zorg, dit vraagt mijn afkomst hand in hand hoort te gaan. En dat kan ook heel goed. En dat is denk ik de ambitie. Wat je vaak ook leest, is dat het een financieel gedreven operatie is, deze hervorming. Dat is ook zo. Uiteindelijk wordt er 3,5 miljard euro bezuinigd in een jaar of 5. Notabene, dan zitten we in 2017 nog steeds op hetzelfde niveau van uitgaven als in 2013. Het is een financiële operatie om de zorg houdbaar te houden. Daar zit overigens ook een inhoudelijke gedachte achter. Dat als je nu niet ingrijpt, dat dan de meest kwetsbaren later echt de prijs gaan betalen. Dat is de financiële kant, maar het is zeker ook een inhoudelijke kant. Want je bent natuurlijk al langer werkzaam op zo'n ministerie. Jullie hebben dat met elkaar denk ik toch al een hele tijd geleden toch ook aanzien komen. Ondanks dat het economisch dan op dat moment misschien beter ging, dat er vroeg of laat steeds meer mensen een beroep op zorg zouden gaan doen. Ja, ik denk het wel. Als je het besef dat er wat moet gaan gebeuren, dat is denk ik jaar of 6, 7 echt heel erg urgent. Er zijn verschillende rapporten verschenen. Alleen het probleem bij al die rapporten was dat het allemaal rapporten zijn die over het geld gaan. En echt in inhoudelijk verhaal, het verhaal wat Rudy hier net heeft verteld, en dat geldt voor de ouderenzorg, maar in de kern. In principe geldt dat ook voor andere vormen van zorg en ondersteuning. Dezelfde redenering. Die gedachte, dat is eigenlijk nog nooit zo op deze manier neergezet. Wij hebben in de zomer van dit jaar met heel veel mensen gesproken. Rond de 100 mensen op vrijdagmiddagen, 1-op-1 gesprekken. En dat moeten wij ook naar onszelf kijken, want dat is je vraag. Mijn vraag was, wat is het verhaal van de langdurige zorg? Dat verhaal lijkt kwijt te zijn. Op een gegeven moment hadden we een gesprek, diep in de zomer. Dus iemand, dat verhaal is wel, maar jullie luisteren niet. Het is terechte kritiek wellicht dat het te lang heeft geduurd voordat dit verhaal over het voetlicht is gekomen. Mag ik het kort samenvatten dat je zegt, op zich was de urgentie duidelijk, er moest iets gaan gebeuren, die zorgkosten die stegen maar door. Maar omdat we misschien nog te veel alleen maar vanuit het systeem dachten en niet vanuit de mensen en de vragen die ze hebben en hoe je dat mogelijkerwijs, zoals Rudy dat ook ziet, presenteert, kan oplossen. Dat was nog niet helemaal ingedaald, zoals het dan ambtelijk heet. Ja, dat denk ik ja. Dat denk ik ja. En dat is wel goed verklaarbaar, want het is, als je kijkt naar de AWBZ zoals we die nu kennen, en je kijkt naar het tijdgeest waarin die wet destijds is gemaakt, hebben we het over 1968, dan was het perspectief van Rudy was heel anders. Ik heb niet van die mooie grafieken, maar in die tijd toen die wet werd gemaakt, was het zo dat je, als je in de zorg kwam, het echt een kwestie was van leven of dood. En nu is het een kwestie van zinvol leven. Dus het perspectief van toen was heel anders dan van nu. Dus die medische bril waar Rudy naar verwijst, die is, als je daar nu naar kijkt, is dat wellicht een terecht verwijt dat te veel wordt gemedicaliseerd en dat er te weinig wordt uitgegaan van datgene wat mensen zelf kunnen. Maar in de tijd dat die wet werd gemaakt, 1968, was dat een vrij logisch perspectief. Goed, we hebben nu een nieuw perspectief te pakken. Ook een perspectief wat gedeeltelijk financieel gedreven is, zeg je, maar tegelijkertijd een nieuwe visie eigenlijk probeert te ontwikkelen op hoe we naar onszelf moeten kijken op oudere leeftijd en hoe we dan vervolgens allerlei methodes kunnen ontwikkelen om daarmee om te gaan. Langdurige zorg betekent op allerlei manieren een andere manier van organisatie. Ook een andere cultuur, daar kom ik straks nog op terug. Eerst even die organisatie, want een van de belangrijkste veranderingen is dat jullie voorstellen om heel veel van de uitvoering op lokaal niveau te leggen. Dat er veel naar gemeentes toe gaat, dat meer mensen, zoals ook al gezegd werd, samenwerken moeten organiseren in hun eigen omgeving. Meer mensen bij elkaar halen, daar regie op organiseren.
Hoe zie je dat voor je en wat doet het ministerie daarmee? Ik ga nog iets verder dan wat jij zegt. Het gaat er niet om dat de uitvoering op lokaal niveau wordt gelegd. Want als dat zo zou zijn, ja, dan hebben we de taken van de zorgkantoren verlegd naar gemeenten en dan verandert er helemaal niks. Dan krijg je mini-zorgkantoren. Wij spreken ook eigenlijk het liefst, ik bedoel, het is gebruikelijk om te spreken over decentralisatie van bepaalde taken uit de AWBZ naar andere partijen. Maar wat we eigenlijk in de kern doen, en dat is toch wel zeg maar destructief en constructief afbreken, is dat we zeggen, we halen dingen uit de AWBZ, die schrappen we, het budget gaat over naar gemeenten en die moeten daar ondersteuning voor bieden. Dus als we het hebben over de uitvoering overdragen naar gemeenten, dan is dat deels is dat wel zo, want in de techniek moet er heel veel georganiseerd worden. Maar ook dat zet op het verkeerde been. Wat we moeten doen is het budget wordt geschrapt in de AWBZ en dat gaat naar de gemeente toe en die bieden daar ondersteuning voor. En als je dan zegt, hoe organiseer je dat dan? Op de inhoud is dan het verhaal van Rudy heel inspirerend. Dat je niet kijkt naar wat er mankeert. Hè? Dus dat je met de medische bril probeert, dit mankeert. En dat gaan we dan proberen te repareren zo goed en kwaad als dat kan. Maar wat je probeert te doen, nog veel consequenter dan dat nu in de WMO ook al gebeurt. Is dat je kijkt van wat zijn de wensen en de behoeften van iemand. Wat zijn zijn onmogelijkheden en wat zijn zijn mogelijkheden. En dat perspectief, wat eigenlijk ook al in de WMO en ook al deels wel in de AWBZ zit, dat wordt eigenlijk veel consequenter, wordt dat nu doorgevoerd. Dan zeg je dus, we zetten de zelfredzaamheid van mensen meer centraal. Maar vind je dan zelf dat er voldoende ook wordt ontwikkeld en ruimte wordt gemaakt in het bestaande of het nieuwere systeem? Want dat is de kritiek die natuurlijk toch wel veel hoort. Ja. Eigenlijk zijn die systemen er nog steeds niet op ingesteld. Weer, ik geef antwoord zo op je vraag, maar ook weer, we zetten er zelfredzaamheid voor op, dat is ook zo, maar nog iets principiëler, wat om gaat is dat je eerst vraagt van, wat zou u willen? Waar zitten uw wensen, waar zitten uw behoeftes? En zelfredzaamheid, dat is natuurlijk klinkt een beetje als zoek het zelf maar uit. Hè? En zo kan het natuurlijk, als je het verkeerd uitpakt, kan het ook zo overkomen. En dan is het ook niet alleen een manier van bezuinigen, maar ook een goedkope manier van bezuinigen. Maar ik wil nog één stap verder gaan, de zelfredzaamheid voorop zetten. En dat is dus echt heel principieel de wensen en behoeften van mensen centraal zetten. En nog meer dan dat we dat ooit in de WMO hebben gedaan. Nou, dan jouw vraag, is er voldoende ruimte om dat te doen? Dat is voor ons natuurlijk een dilemma, want aan de ene kant willen wij dat zo goed mogelijk overdragen. En gemeenten zo goed mogelijk equiperen en ondersteunen. Overigens niet alleen gemeenten, maar dan gaan ook taken naar de zorgverzekeringswet. Om dat zo goed mogelijk te organiseren. En tegelijkertijd moeten we ook onze handen op de rug houden, want daar zit nou net het punt. De kracht moet nou net zitten op dat lokale niveau. Dat begrijp ik. Dus je hoopt ook dat daar eigenlijk nieuwe dynamiek gaat ontstaan, dat mensen zich daar gaan organiseren. Tegelijkertijd is het verwijt ook wel eens van ja, die paar mensen die al voor de troepen uitliepen in de vorm van een persoonsgebonden budget of een persoonsvolgend budget, die zijn juist in een aantal gevallen ook weer slechter afgeraakt de afgelopen jaren. Dus in hoeverre belonen jullie dit gedrag nou echt? Ja, dat is, klopt deels. Als het gaat om persoonsgebonden budget, dat is ooit ontstaan om mensen meer regie en eigen kracht te geven. Tegelijkertijd is het ook een instrument, het is overigens ook een belangrijk instrument om te vernieuwen en innovatie te bewerkstelligen. Tegelijkertijd is het ook een instrument geweest om aanbieders en ons, zorgkantoren, ook achterover te laten leunen als het gaat om goed kijken naar datgene wat iemand nodig heeft. Als je nu kijkt naar de mensen die nu een PGB zouden hebben kunnen gekregen in 2013 en zich nu moeten oriënteren op zorg en natura, dan blijkt er heel vaak wel degelijk een oplossing te zijn. Dus het PGB heeft heel veel teweeg gebracht, ook heel veel wachtlijsten weggewerkt in de zorg in die tijd, toen het PGB werd geïntroduceerd. Tegelijkertijd heeft het PGB ook lui gemaakt. Oké, ik vat je kort samen en dan wil ik graag ook Rudy Westendorp er weer bij halen. Je zegt we hebben een nieuwe realiteit die voor een gedeelte ook financieel gedreven maatregelen met zich meebrengt. We moeten er her en der wat soberder worden, maar het geeft ook ontzettend veel mogelijkheden om juist op het lokale en op het individuele niveau nieuwe manieren te gaan ontwikkelen voor het verlenen en het maken van zorg. Gericht op een vitaal leven, een leven wat ook eigenlijk voor personen zelf uitdagend blijft, waardoor je jezelf langer vitaal kunt blijven voelen. Rudy, mag ik vragen om er ook bij te komen? Want laten we daar de laatste minuten nog eens even goed met elkaar over doorpraten. Misschien kunnen we dat hier het beste even aan tafel doen. Je hebt nu net de reactie gehoord vanuit het ministerie, Rudy. Het idee is dat ze jou volgen. Dat ze zeggen, nou, eigenlijk waren we op zoek naar die visie, los van alleen maar die financiële consequenties. En door het centraal zetten van die vitaliteit en door het zoveel mogelijk helpen van mensen in het mogelijk maken van hun ontwikkeling,
krijgen we langzamerhand een nieuwe manier van zorgverlening. Denk je dat dat inderdaad ook zo makkelijk gaat? Ja, misschien wel als je bereid bent om de belangrijkste stap te nemen. En dat is te redeneren vanuit het mens zelf. Ik heb 2 keer in de Rode Hoed en op een andere plek heb ik ook, laten we zeggen, zo'n soort discussie gevoerd. En ik kwam er eigenlijk niet doorheen. Want ik ben zelf dokter en wij zijn gewend om, laten we zeggen, op te komen voor de kwetsbaarheid van mensen. Dus als we dus nu zeggen van ja, het mens moet zelf, laten we zeggen, leidend worden, ook in die zorgvernieuwing, dan worden wij toch helemaal, ja, toch een beetje nerveus. En dan altijd zitten van ja, maar sommige mensen kunnen het niet. En dat klopt. Maar tot 2 keer toe in de Rode Hoed en later in een openbaar debat, word ik eigenlijk links ingehaald, ik denk wat gebeurt hier nou door een gehandicapte. En de eerste keer was Joy, je kunt haar ook opzoeken. En dat is een gehandicapte vrouw van 40 jaar. En die is eigenlijk al heel lang oud. En zij zegt, je moet mij de gelegenheid geven om mijn eigen leven te gaan leiden. En ik zit dus nu helemaal ingepakt in allemaal tape. Ik kan niet eens een hypotheek krijgen. En ik heb een zaak en ik heb geld nodig. Maar de bank geeft mij dat niet, want ik ben gehandicapt. De tweede keer gebeurt mij dat afgelopen weken, als wij, laten we zeggen, de ambities van de 55-plussers neerzet, op de eerste rij, ook een mevrouw, 1 meter, heel duidelijk, laten we zeggen, anders dan wij, heel anders in het leven, in zo'n bzzzt, en die vertelt precies hetzelfde verhaal. Als zij het zeggen, zij zegt zelf, jullie zouden ons als rolmodel moeten gaan gebruiken. Het rolmodel van mensen die zelf ervaringsdeskundigen zijn, daar kunnen we het meest van leren. Ja, zeker. Dat is voor ons ook, als wij dat soort gesprekken hebben, ook niet alleen stimulerend, maar ook vaak confronterend, hoe onze regels belemmerend werken voor dit soort mensen. Wij zijn het over een paar dingen ook niet eens over gezegd, want we zijn het over 99% eens, over een paar dingen niet, maar daar mag je misschien zo wat over vragen. Dat punt van de omgeving, dat is wel cruciaal, want je komt er niet alleen met geld afboeken. Je komt er niet alleen door functies te schrappen uit de AWBZ en dat vervolgens dan aan gemeente over te laten. Wat we ook zullen moeten doen is als het gaat om innovatie, ICT te stimuleren, als het gaat om de kwaliteitseisen die we stellen, als het gaat om de bekostiging, de prikkels die erin zitten, die moet anders. Als het gaat over professionalisering, dan heb je het over met wat voor bril kijken medewerkers naar die cliënten. Dat zijn dingen die wij goed, waar wij een rol kunnen spelen. Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen, dat is een hele belangrijke die je eigenlijk impliciet noemt. Dat is namelijk, zeg maar, de inclusieve maatschappij. De maatschappij die het echt mogelijk maakt dat mensen ook los van de overheid, ja, zeg maar, welbevinden kunnen, hè, zelfrespect hebben door zelf, daar gaat het in de kern om, het welbevinden en zelfrespect, zelf te houden of opnieuw te krijgen. Daar is dat VN-verdrag heel erg belangrijk voor. En dat is de context die jij schetst. Dan heb je het over werk, heb je het over wonen, dus alle andere aspecten dan zorg. Even terug naar Rudy, want het is een heel aansprekend beeld wat je hier opzet. Aan de andere kant, er is ook zoiets als verwachtingsmanagement. We hebben in het verleden vaak genoeg voorbeelden gehoord van een wetsverandering of het idee erachter dat het mensen meer zelfredzaamheid zou geven. PGB is daar denk ik een goed voorbeeld van. Waarbij uiteindelijk in de praktijk, en Kees gaf het ook al aan, mensen toch weer tussen de raderen verdwenen. Hoe zorg je er dan voor dat mensen echt die regie kunnen veroveren? En dat je om je heen die zorg zo kan organiseren met behulp van mantelzorg, professionals, dat het echt in plaats van confectie tailor-made is? Als je nou kijkt waar de verandering vandaan moet komen, dan komt het uit u. Want u moet veranderen, want u zit eigenlijk, laten we zeggen, tussen wij, komt van ons, laten we het dan zomaar zeggen. Want wij zitten al een beetje te schipperen tussen het oude mens en, laten we zeggen, de systemen. Wij proberen daar verandering aan te brengen. Ik neem je nog even terug naar Silkeborg, naar Denemarken. Op een gegeven moment, we gingen met de bus weer weg en ik ben er toch weer uit de bus gestapt. En ik dacht van, die blauwe mevrouw die dat nou allemaal regelde, ik denk, wat is die nou? Is dat nou een dokter? Is dat nou een... Dus ik zeg van, wat ben je nou toch? Ja, ze had Human Resource Management, had ze vroeger gestudeerd, maar eigenlijk, ze was hotelier. En sinds 6 jaar had ze een ander vak gekozen. En in dat hotelier zijn komt, laten we zeggen, 1, een professionaliteit naar boven. En dan aan de andere kant, luisterend oor. En dat is denk ik wat we moeten veranderen. Die mevrouw belichaamt voor mij, laten we zeggen, de rolverandering die wij zelf door moeten maken. En luisterend naar, laten we zeggen, de oude mens, wat kan ik voor je doen? En
Als hotelier weet je dat, maar als een klant bij het hotel weet je dat ook. Je mag alles vragen, maar niet alles is betaalbaar. En op een gegeven moment neem je daar je keuzes in. En dat is voor beide partijen goed uit te leggen. Dat noemen ze met een duur woord hospitality. Zo is het. Ja. Het lijkt, de rollen lijken een beetje omgedraaid, omdat Rudy nu het positieve verhalen vertelt. En meestal zou ik het positieve verhaal moeten willen en hij iets kritischer moeten zijn. Geen kwaad om even de duidelijke lijn vast te houden. Maar voor de goede reden, ik werk op het ministerie van VWS en Rudy is professor. Maar je verhaal klopt helemaal. Tegelijkertijd, als we het hebben over demedicaliseren of die medische bil afzetten, er zijn zeker gevallen en situaties waarin dat heel hard nodig is. En dat je wel maar heeft u mij door zeggen dat ik niet... Dat ik we proberen een beetje discussie... Bodem. Precies, ja. Waar je bijvoorbeeld waar je de debat over kan krijgen is dat wanneer hygiëne omslaat in infectiepreventie. Hè? En dat soort gevallen heb je, moet je iets meer zijn dan hotelier. Maar dat is het debat wat dus moet gebeuren. Want ik bedoel, het mens wil van alles. En die wil, laten we zeggen, ook thuis op zijn kamer blijven koken. En dan, laten we zeggen, ook met verrotte eieren. En dan moet je dus de grenzen opzoeken. Ja. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Wat zich hier nu al voordoet. En ik begrijp de angst ook wel een beetje van Kees. Die zegt, ja, als we het helemaal loslaten, dan krijgen we zo meteen op ons laser. Waar waren jullie met je inspectie? En waar waren jullie met je gezondheidsvoorwaarden? Dus maar de andere vraag... Kees is toch raar. Leg eens uit. Want Kees is toch raar, want waarom, als hij dat dan wil, waarom doet hij dat alleen bij oude mensen? En waarom doet hij dat dan niet bij mij? Want ik in het dagelijks leven, anders dan nu, vandaag, kom ik hem dus niet tegen in zijn regelgeving. En waarom zit dat bij die oude mensen wel? En ik begrijp hem wel, want hij heeft, laten we zeggen, een bodem, een bed willen aanleggen. En daarom vind ik het zo mooi dat ik in Nederland woon. En ik wil ook geen ander land wonen. Als u zich afvraagt, waarom wonen we hier nou toch? Ga even in het buitenland kijken en dan ziet u dat u een bodem heeft. Maar hij moet wel ophouden met het plakband. Want ik heb u laten zien, en dat zeggen mensen zelf. Ja, ik zit gewoon vast. Ik zit gewoon in een beklemmende omarming met die overheid. En die moet voor een deel moet die gewoon weg. Oké, even kort tot slot. Er moet meer plakband uit. Het systeem moet op een aantal fronten zelfs helemaal veranderen. Maar je had wel aangegeven dat er toch wat kleine meningsverschillen overblijven. En ik vind het toch belangrijk om die ook even nog met de zaal te delen. Waar zit echt een fundamenteel andere opvatting tussen het ministerie en de visionaire gedachte van Rudy? Het zou kunnen zijn... Zodat hij mij raar noemt, dat je uit het verhaal van Rudy zou kunnen opmaken dat je zegt, nou weet je wat, ik betaal geen premie meer, ik regel het allemaal zelf wel. En waar bemoeit die overheid zich mee? En dan, een soort Tea Party-achtige positie. Wellicht. Ik zeg niet dat hij dat zegt, maar stel dat hij dat zou zeggen, wat ik niet verstandig zou vinden... dan is mijn eerste reactie is één, verzekering, dat is toch een kwestie van delen van risico's. En dat hou je toch, sowieso voor ouderenzorg misschien wat minder, maar voor gehandicapten ondersteuningen zorgen wel degelijk. Dat is één. En de tweede is dat je, om dit systeem te laten werken, dat er ook geld moet zijn om welzijnsvoorzieningen in stand te houden, sterker nog veel sterker te verbeteren. En dat komt niet tot stand via individuele inkoop van zorg en ondersteuning. Maar het zou kunnen zijn dat hij zegt, nou, dat is niet waar en dat lijkt me verstandig. Nou, het is wel interessant dat je dat aangeeft, want ik denk, dames en heren, dat we sowieso in dat tijdsgevricht leven. Misschien heeft u ook zondag bij Buitenhof gezien dat een aantal jongere organisaties pleiten voor een andere manier van pensioenorganisatie. Daar gebeurt dat feitelijk hetzelfde. Ja, dat lijkt het op. Die risico's moeten op een andere manier worden verdeeld. Dat evenwicht moet weer op een andere manier worden gevonden. En misschien zitten we daar wel middenin. Ja. Goed. Mag ik u beiden ontzettend bedanken. Dank jullie wel. Graag gedaan.